vorige opdracht. Echt verschrikkelijk. Ik was ook uit mijn comfortzone, want op platte schoenen kan ik eigenlijk niks. In eerste instantie leek het trekken nog wel te doen te zijn. Maar toen gingen we dus bergopwaarts en ging de punt van die mojito, pepito, nou, die die driehoek ging in het zand. Het is natuurlijk leuk als we nog een avond met z'n allen liedjes kunnen zingen en biertjes kunnen drinken. Maar dat schiet het niet op met, met de afvalrace. Wie is er voor Ellie? Ik wil het blijven. Prima. Waarom? Wat is je verkiezingspraatje? Ellie ging ons een lesje etendiscipline bijbrengen, waarvan ik dacht, etensdiscipline? We staan hier in een zoutmijn. Wat moet je nou, Ellie? Al had ik me nog zo voorgenomen, wat er ook gebeurt, hou je waardigheid, hou je haar in de plooi en hou je jurk kreukvrij. Het is meteen misgegaan. De Dominicanen houden over het algemeen van knalharde kleuren en lekker synthetisch, fluorescerend met veel bling erbij. Met deze kleren kun je wel niet al te hard in zweet werken, want alles wat synthetisch is, dat werkt natuurlijk als een tierenlier. Daar ga je van zweten. You are like a banana with the expensive shoes, but you have the glasses. You're really intellectual, a professor. You're on top. Eva Strongman, intellectual banana. Linda. Terwijl ik dacht van, als er iemand gewoon nog heiliger is dan moeder Teresa, dan is het Ellie wel. Maar stiekem heeft Ellie er gewoon niks van gebakken. Suzanne zei, eigenlijk komt het op neer van je moet daar op letten, maar ik let ook daar op. Na de wissel met Tim hadden we dus drie delen van de 250 trilogie. We hadden een match. Volgens mij zijn de 250 zo compleet, ja, toch? 250. Ja, die hebben we ook. Daar is. Interessante portemonnee. Succes! Dank je. Cecile. Wat het allerleukste is dat Cecile ooit een meldpunt witte legging heeft gehad. Waarop witte leggings gemeld moesten worden, omdat dat de grootste modeblunder is. Die je mag gaan maken. Vervolgens trekt Cecile een witte strakke broek aan. En een hemd met strepen, waardoor ze er toch, ja, toch uitzag als een soort hockeymoeder. Ja, goed! Ik heb vooral het laatste gedeelte als een soort dansmarieke van links naar rechts. En toen heb ik ook nog in een dolle move een verdubbelaar van de paal afgerukt. Speeches. Ik wil hierbij zeggen dat het geen witte legging was. Het is gewoon een skinny jeans. Dat eventjes duidelijk is. Een overwinningsmoment waarbij alle spanning van de schouders afgeleid. Dat vraagt natuurlijk gewoon om Anita Meijer. Als ik een verdubbelaar kan pakken, dan kan Ellie dat zeker. En gisteren heeft ze die paal niet gezien en die 1000 euro niet. Dus ik vind niet dat Ellie met al haar etendiscipline een pluim verdient. En toen kreeg ik de meeste stemmen. Terwijl ik totaal niet met geld om kan gaan. Ik heb daar echt mensen voor die voor mij schema's bijhouden. En ik kan moeilijk tellen. Het enige wat ik kan is het op kleur bij elkaar leggen en goed koppen. En het uitgeven, dat kan ik heel goed. De schaduwzijde van deze opdracht, dat moet ik toch wel eventjes meegeven, is dat ik schoenen aan moest die ik van zijn lang zal zijn leven niet aan zou trekken. Ook niet als iemand een geladen geweer tegen mijn slaap zou zetten. Het waren waterschoenen, een soort stretch gedrochten in een afschuwelijke piskleur. Ik denk dat nu het groepsgevoel en het drang om met z'n allen geld te verzamelen een beetje aan het verdampen is, in die hitte natuurlijk. Hoewel ik heel goed kan fietsen en stevige kuiten heb, sloeg de schrik me om het hart. Want van de top 3 van angsten is 1 rijden op de snelweg en invoegen, 2 aan een rotswand bungelen en 3 op een fiets snel rijden door zand of door kiezels. Ik durf dat gewoon niet. Cecile, ik denk dat je iets wat ver bent. Over. Maar ik ben wel goed aan het kijken. Al het geld was opgerold en ik vind dat niet netjes. Je moet geld natuurlijk, zeker als je ervoor moet passen, moet je dat een beetje netjes behandelen. Dus ik heb het eerst laten drogen en toen heb ik het gestreken. En de penningmeester die met kartonnen enveloppen werkt is natuurlijk een penningmeester van helemaal niks. Dus dit is hem. De zwarte neplederen penningmeesteressen portefeuille. En ik ga er ook mee onder de douche en ik ga ermee slapen. Want niemand komt aan deze
deze centen. Helemaal niemand. Plat in de kast. En zoveel mogelijk naar de voorkant toe, hè? Dat soort dingen, dat kost gewoon tijd. En het kost mij ook gewoon jaren voor mijn leven. Oh, schoenen uitverkoop. We hadden een supergoede sfeer in de auto. Cécile zat achterin alle etalages te checken. Oh, kijk nou eens, de t-shirts. Alle roze one pieces. Och jezus, fluoriserend groene topjes. Je moest kiezen tussen die vijf. Naar donder bikini maar. Je moet alleen wel tijd hebben voor die laatste. Ja, bij dat kerkhof, ja, kom je uiteindelijk toch wel terecht. Mijn grote nadeel is dat ik helemaal niks heb van jokers. Dus ik leg het in dat opzicht af tegen al die mannen die wel zo slim zijn geweest om iets in hun zakken te stoppen. Ik ga er met mijn jurkjes zonder zakken elke keer iets te enthousiast in. Cécile, ik hoorde jou zeggen, ik doe niet aan bondjes. Ik doe niet aan bond. Ah, oké. Jij had een missie bij het meedoen aan Wie is de Mol. Om niet in afritsbroeken en flodder t-shirts voor de camera te verschijnen. Nou, dat is gelukt. Ja, ik heb vanmorgen nog gestreken. En ik vind het ook vooral heel fijn dat ik heb bewezen dat je kunt kajakken in een jurk. Ja.